Ja, we moeten wel erbij vertellen dat we natuurlijk ongelooflijk veel aan het draaien zijn voor de Next Boy Girl Band. Ja. We waren gewoon lekker een dagje naar de stad. Toen gingen we even naar Juice Brothers. Ja. Gingen we ook Noah daar gedag zeggen, want dat is de eigenaar van Juice Brothers en de vriend van Bibi. We gaan even naar Juice Brothers een sapje halen. Ja. Ga jij een ginger shotje nemen? Ja, vind ik, maar ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik vind dat wel heftig. Dat is heel heftig. Ga even zitten daar. Ja. Ja. Nou, ben je klaar ervoor? Nee. Ben je wel klaar? Moet je het echt in één keer zo? Ja. Het ja. Het is gewoon heel spicy, en, maar het is super goed. Oh. Ja. We krijgen nu een sleutelhanger van Noah. Kan jij dit in één keer nemen, die ginger? Zij ging helemaal huilen net. Volgens mij eerst vier. Verder waren we ook weer een andere dag in de stad. We wilden op een terrasje. Nou, dan ken je het wel, die kutsurfers. Dus toen zijn we naar het paardje gegaan in de pijp. Ja. Wij zitten nu op het terras in de pijp. In de pijp. Lekker bij het paard. En het is erg gezellig hier. Ja, we zitten in een brandende zon. Kijk, wij zitten dus hier. En dit is het terras. Nou, het is heerlijk hier hoor. Zo gezellig. Er zijn wel veel studentjes hier. Ja, het is wel een jong publiek. We zaten daar heerlijk op het terras en toen kwam Jamai ook nog even gezellig. Ik voel me helemaal underdressed naast jou. Al heb ik ook wel een beetje matroos. Ja, en ik heb cowboy. Ja, en jij cowboy. Cowboy. Nou, ik wil ook nog een achtergrond doen aan mijn vader en moeder. En mijn twee zussen en al mijn nichtjes. Ik hou van jullie en ik drink een op jullie. Op jullie gezondheid. Ik drink cheers. Ja, ons avontuur. Girl, boy, boy, girl. Next boy, girl band. Kwam hij met het idee, laten we even naar vrienden gaan. Dus wij taxi in. Nou, hilarisch weer in die taxi. Ja, Jamai heeft ook helemaal nu het vloggen uitgevonden. Volgens mij vindt hij het heel leuk. Ja, vinden jullie dat Jamai moet gaan vloggen? Doe dan even je duimpje omhoog. Ja, inderdaad. Blauw duimpje. Wij zijn nu onderweg naar... Eiburg. Ja. Is goed? Eiburg. Ja, ja. Oftewel Eibridge. En daar is een ongelooflijk leuk feestje aan de gang. Althans, dat hopen we. Dat hopen we. Onze grote improvisatieshow crew. We zijn de party trashers. Dit is een make-up momentje. Ja. Nee, wij zijn nog even de laatste touch aan het doen. Even gewoon die foundation erop. Gewoon even een opfrismoment. In beroerd licht, moet ik zeggen. Ja. Ik lijk ook een stewardess met een sjaaltje nu. Ja. Ja, echt. Welcome aboard. Welcome aboard. Welcome aboard. The exits are here. Heb jij dat Pokémon app gedownload? De Pokémon Go. Want dat is nu helemaal old. De Pokémon Go kunnen wij nog niet downloaden officieel echt in Nederland. Wel? Maar je kan het via een ander account kan je dat doen. Het is zo gedaan. Als je dat heel jij graag jij weet doen. Het? Ja, want ik heb het opgezocht. Ik ben natuurlijk benieuwd waar al die... Heisa, mooi woord. Heisa? Vandaan heisa, komt. Ja, die reuring. Die reuring. Ja. Waar dat vandaan komt. Maar het is zo erg. Ik wil het ook tellen. Dat gewoon groepen mensen weer naar buiten komen. Uit hun hol kruipen. Ja. Voor het eerst weer het daglicht zien eigenlijk. Ja, ja. Ja, om ja. Die poppetjes te vangen. Ja. Pikachu. Pikachu. Ja. Nee, maar dat zie ik. Maar ook op de snelweg doen ze het. Dat ze dus vol op hun rem gaan staan. Omdat ze dan een Pikachu ergens zien staan. Ja, maar dan ben je toch niet goed bij je, nee, dan ben je ja, niet nee, maar toch. Heel veel mensen doen dit. Nee, echt waar. Dan nee, ben schat, je ook socially awkward. Sorry. Om maar eventjes wat feiten op tafel te gooien, lieve mensen. Pokémon Go is al meer keer gedownload dan Tinder. Tinder. Oh, en heeft al bijna de evenveel gebruikers als Twitter. Nou, dat is veel te ziek. Dat is echt ziek. Echt ziek. En Nintendo,
de waarde van Nintendo is gestegen met 12 miljard. Wat? Ja! Meen je dit? Dit is echt waar. Ja! En meneer de taxichauffeur, heb jij Pokémon? Nee, ik zat toevallig op. Ja! Ik wil het ook, ik wil het nu ook. Ik wil meegaan ja, maar, met die hype. Nee, maar alsjeblieft. Let ja? kijk ook om je heen. Let kijk ook een beetje om je heen. Hoe bedoel je let kijk om je heen? Nou, het echt verder. Pikachu. Ik vind dat waarom zou gaan we moeten. Eigenlijk naar Eiburg? Waarom doen ze het niet gewoon in Centraal Amsterdam? Voor jou een vraag. Voor mij een weet. Nou, ook een vraag. Nee, want omdat hier de studio zit van Ruben van der Meer. Oh. Ja. Nu! Even! Niet! Zouden jullie wel eens mee willen doen aan het naakt daten aan Adam en Eva? Kennen jullie dat programma? Ik heb ervan gehoord. Ja, dus dan gaan ze dus echt gewoon op een eiland. Ja. En dan zitten ze daar naakt. En dan is het gewoon, het is gewoon een datingsprogramma, maar dan naakt. Maar ik vind dus, dat bizar. Dat is ook heel bizar. Bij first date. Ja, blind date. Dus er is een vrouw die zit gewoon spiernaakt. Poedelnaakt, of wat je nog zegt, op een eiland. Poedelnaakt. Ja. Op een eiland. Op een eiland, een tropisch eiland. En dan komen er twee mannen naakt in een bootje aan. Is dat Amerikaans of Nederlands? Dit is een Nederlands formaat. Ik heb het gezien. Het heel is heftig. Gillen. Ik ja, vind het ja, gillen. Het is geniaal. Zo, want is, ja, dan zie je dus een man die gaat. Maar blote poes, behaarde poes. Alles. Maar je moet alles. Maar je moet voorstellen, dan zie je zo'n man een vuurtje maken in zijn blote loot. In zijn loot. En die hangt dan daar zo lekker zo heen. Ja. Ik zou er denk ik wel aan meedoen. Ik zou er nooit van mijn leven aan meedoen. En dan zijn we er bijna. Goddomme. Even deze zo. Zijn er. Want dan heb je geen lippenstop op je tanden. Oh, ik snap het. We zijn er. Doei! We kwamen eraan in een soort man cave. Ja, ik ga nu een schapenkaas proberen, maar ik weet niet of dit lekker is. Van welke schaap? Dus gewoon een schaap. Ja, een schaap. En het schaap dat schaap, dat heet Bram. Zal ik dat met de jam bij doen? Ja, te lekker. Nee, dit is, nee, maar dat komt door die kaas en dat komt niet door die vijgenjam. En ik vijger hem te laten zien. Een kompottheorie. Wij gaan nu verschillende typetjes nadoen. Ja. Maar op de dansvloer. Ja. We beginnen met het onzekere type. Ja. De muurbloem. De hippe types. Sophie! Nog één! Oké, vat hem om! Never mind. Oké, bewerken. Nou, dit was hem alweer voor vandaag. Hoop dat je het natuurlijk wel leuk hebt gevonden. Doe dan even een duimpje omhoog. En ook, als jij vindt dat Jamai een vlog moet starten, ja, comment hieronder. En vergeet je ook niet te abonneren. Mijn kast. Ik heb wel twee kasten. Nou, hier heb ik gewoon even mijn broeken gedaan. Wat alle shortjes en alle dingen die ik moet hangen. Ik vind het nog best meevallen hoeveel dit eruit ziet, toch? Nee.